Mirror, mirror on the wall, who's the prettiest of the ball? Mirrorball wel te verstaan. Het feest van Mayday waar Amsterdam al een paar weken over aan het babbelen is. En op de flyer staat het event you've all been waiting for. En ik zal je wat vertellen, ze maakt het waar ook nog, want RuPaul is hier. 15 jaar hebben we gewacht op de hit van Supermodel, dat ze hier in Nederland is. En Mayday krijgt het voor elkaar, ze is hier. Ik heb vanavond al meer pruiken, hakken en oorbellen gezien dan ik waarschijnlijk in de rest van mijn leven zal zien. Want hiernaast staat... Miss Windy. Miss? Winnie Mills. Winnie Mills. Schat, ik ben wie ben jij? Tulip. Mag ik voor jou wat vragen? Wie is jouw inspiratie? Mijn inspiratie? Ja. Dat is zij. Oh, wie is jouw inspiratie dan? Wat dacht jij natuurlijk? Nee. Onze Windy. Crystal Connor staat hier naast mij. Volgens mij zijn hier genoeg supermodels vanavond. Toch? Wie is jouw inspiratie? You. Dan heb ik ooit ook heel lang geleden zelf als Stravo gewerkt. Maar wat ik hier zie, dat gaat toch wel, dat spant toch wel echt de kroon. Daar kan ik nog aardig wat inspiratie van opdoen. Ik ga eens even kijken wie dat allemaal zijn. Ik ben Dita. Dita? Ja. En Dita, hoe ken jij Mayday? Mayday ken ik al jarenlang via uitgaan. Oké. En ja, wie kent Mayday niet natuurlijk? Nee, dat klopt. Nee. Ze ziet er prachtig uit. Dankjewel. En dit zijn jouw vriendinnen? Vriendinnen. Die nu... Jij bent? Immaculata. Immaculata. Ja. Ah, dat is een hele mooie naam. Dankjewel. En treed je zelf ook op? Vroeger wel. Nu niet meer. Nu af en toe zo leuk uit. Maar dit is het comeback. Nog even. Comeback heb ik niet nodig. Kijk, wie is dit snoepje? Wie ben jij? Anthony. Oh, dat is mooi. Nou, ik zag je net heel mooi dansen. Ja, dat klopt. Hi, Destiny, how are you? Destiny, tell me, where do you get your inspiration from, looking like this? Inspiration from everybody. Miss Ross, Miss RuPaul, Nicky Nicole, Mayday, everybody. Stel je eens even voor aan de kijkers thuis. Oké, ik ben Loretta. Sasha en Charité. Zeg, een combinatie van glamour met kinky. Dat is wel heel mooi dit. Ja, het is mirrorball, dus je moet laten zien wat je hebt. Ja. Ik heb mooie benen, dus dat moet je showen. Scheer je die ook? Of ja, helemaal. Alles. Ja. Doe je dat ook in je dagelijks leven? Ik werk als man, maar ik doe over het algemeen kleed ik me wel als dame. Als ik thuis ben, privé. Dus elke avond? Of? Nou, 3-4 keer in de week zeker. En dan ook zo met zo'n pruik? Ja, echt alles. Nou, hey, en wat ga jij vanavond doen? Heel veel dansen en RuPaul zien natuurlijk. Hakken? Ja. Ach, tuurlijk. Ik heb een vriendin van mij, toen ik begon, toen heeft ze me wat geholpen, de scene laten zien. En toen, gezellig, ja. Was goed. En hoe lang doe je dit al? Dit is je werk? Of, Het is mijn werk nu. En ik doe het een jaar. Hey, en je hakken, hoe hoog zijn die? Geen idee. 10 centimeter of zo, 12. Hey, wax je of scheer? Of, Ik scheer helemaal niet. Niet? Nee. Wel met haar. Ja, daarom een lange jurk. Hij is in, hè? Daarom een lange jurk. En de mannen houden ervan een beetje aan.
Hello, Rita Campbell. How are you? Hey, Day. I'm very well, thank you. I've just had the most amazing night here with you at Mirrorball. Fabulous evening. And we're here downstairs in the hallway and from the dressing rooms. RuPaul is coming in a minute. In a minute. We're so excited. I haven't met her yet, but I can't wait to meet her. It's going to be so much fun. So much fun. It's very exciting. The house is rammed. It's a beautiful night. And I've just had the most amazing performance. And you were fantastic. Thank you very much. Thank you for being here at Mirrorball. And we're going to see you in a minute. Thank you. Mwah! Hey, wat zien jullie er mooi uit? Ja, dank je. Hoe heet je? Ik zal even licht bij schijnen. En mijn in? De kussens van de zusjes. En waar is de inspiratie vandaan gehaald? Ons huwelijk. Hadden we een leuke discoballen, hebben we helemaal leeg geroofd. We zijn een beetje Madonna. Goed, ik sta hier naast de twee heren van America's Next Topmodel. We willen even vragen hoe ze Amsterdam vinden. He's melting. I'm all excited. Too hot, yeah. Well, it's about the Dutchies. Do you like the Dutchies? Oh, please. Why are you excited? I'm as excited because I'm let out of my cage. Good. And so he just loves all the tall men. Really? Yeah. You're tall. I didn't He's know you six, were so tall. 6'4". Wait, didn't you think I was short? You probably thought I was short because I stand next to him all day. He's 6'5". Yeah, but he's really tall. I didn't know he was that tall. Yes. But very nice to meet you. Tell me, how long have you been in Amsterdam? A week. A week or so. Okay. A week. I've been here. Have you been stoned all the time or not? We don't smoke and we don't drink. Right. We're the sober ones. Never. We're boring, I guess. Yes, I'm very, very boring. That's why you look so fresh, probably. Well, yeah, that's true. Well, I'm fresh. She looks fresh. Kiss my ass. He's a little older. Fresh. Uh-oh. I saw you in an exposition from the Andy Warhol on a catwalk. Yes. That was... Yes, 3 years ago. Three years ago. You are a cover girl. Yes. You are a cover girl. Ooh. The original cover girl. How do you do that? I want to do that too. You know, like... I can't. You do very good. Can you do this? I'll give you a little bit. Good. So how do you like Amsterdam? This is my fifth time I've been here. Really? I love it. How long are you staying for then? I have a few more days, but I used to keep an apartment here in Amsterdam, so I really? Know where on the Keizergracht. Well, thank you for this interview. No problem. Lovely meeting you. You too. And have a wonderful stay. All right. Yes? Thank you. Dag. Thank you, Bill. Ladies and gentlemen, give it up for DJ Michael Lowe! Hier jij. Ze heeft het zo druk. Ze heeft het zo druk. Met de VIP's en de beautiful people. Zeg schat, dat doe je goed. Geweldig feest, mooie mensen. Top. Lachen, hè? Ja, dit is de eerder van je verjaardag? Of... Helemaal niet. Ik ga namelijk het tweede feest voor mijn verjaardag vieren hier. Dit is de eerste. Een beetje om mensen kennis te laten maken dat het ook weer op show en gezelligheid en gekkigheid kan. Oh, dat mag wel weer, hè? Een beetje in de tussentijd. Hé, maar heel erg knap, RuPaul. Niemand heeft dat ooit voor elkaar gekregen hier in Nederland. Nee, maar niemand heeft ook dat geld om er hierheen te halen. Ik ben bezig met Dine International, Amanda Lepore komt nog. Er zijn zoveel andere feesten, nu ook een keer dit.